Maar we zijn te geven als we...
Goedemorgen allemaal. Welkom. En wat goed dat u er allemaal bent. Mijn naam is Davy Rijks. Ik ben directeur bij Marant en ik heb al heel lang uitgekeken naar dit moment. Toen Liesbeth, nu al flink wat jaren geleden, bij mij kwam en zei, joh, naast mijn werk als orthopedagoog zou ik zo graag, ik mis de wetenschap, ik zou zo graag onderzoek doen naar de effecten van onze behandelingen. Nou, ik weet niet of ik er een gat in de lucht sprong, maar ik was ontzettend blij. Want ik dacht, ja, ik wil ook heel graag weten of dat wat we doen, of dat de goede dingen zijn. Wat zijn nou de dingen die nog beter kunnen? Waar moeten we misschien wel mee ophouden? Of, leren we nog andere dingen die ik nu nog niet kan bedenken? Dus dat avontuur zijn we samen aangegaan. En vandaag zitten we hier omdat Liesbeth maandag met verve haar proefschrift verdedigd heeft. En vandaag is de dag waar ik naar heb uitgekeken daarnaast. Omdat ik heel graag met alles wat we van Liesbeths onderzoek hebben geleerd, wat we ondertussen van de aanpassingen in de praktijk hebben geleerd, met u in gesprek wil. Maar eerst gaan we luisteren naar Liesbeth. Die gaat ons vertellen, u proberen mee te nemen in hoe ze haar onderzoek heeft opgezet en wat ze daar aan bevindingen heeft gedaan. En daarna kom ik weer even bij u terug voor het vervolg. Allereerst fijn dat jullie allemaal hier zijn gekomen. Een droom, wat Davy al zei, is voor mij niet alleen om te promoveren, maar met name om die vertaalslag te maken naar de praktijk. En daar ga ik jullie in meenemen. Een lang verhaal, een pittig verhaal, om en nabij een half uurtje ga ik jullie meenemen in mijn gedachtegang op basis van mijn proefschrift, hoe ik wetenschap naar de praktijk heb vertaald en soms ook weer een stapje terug. Hoe verbinden we zorg en onderwijs? Laat ik openen met de vier woorden die mijn proefschrift het beste samenvatten. Zorg voor het kind. Heel cliché en een veelgehoorde uitspraak. Maar toch is het denk ik weer de zin die nu centraal staat. Die centraal staat nu we een nieuwe bulk aan data erbij hebben en dankzij onderzoek dat ik als buitenpromovendus bij Marant heb mogen doen en samen met de Radboud Universiteit. Ik heb onderzoek gedaan naar de vergoede dyslexiezorg in Nederland. In 2009 startte ik mijn carrière als orthopedagoog en diagnosticeerde en behandelde ik wekelijks kinderen. Eerst wekelijks, maar al snel werd dit dagelijks. De hoeveelheid kinderen die aangemeld werden voor diagnostisch onderzoek nam in een mum van tijd toe. De zogenaamde 3x E-scores die vlogen ons om onze oren. Ik vond het heerlijk en ik deed niets liever dan de dossiers van de kinderen helemaal uitpluizen en kijken of we ze konden helpen in de vorm van een dyslexiebehandeling. Vele kinderen kregen een indicatie voor een specialistische behandeling, wat erin resulteerde dat ik niet alleen volgepland zat met dyslexieonderzoeken en behandelingen, het resulteerde er ook in dat ik een heel aantal nieuwe collega's kreeg. De hoeveelheid aanmeldingen van kinderen met een vermoeden van ernstige dyslexie groeide zo hard dat er meer mankracht nodig was om alle kinderen te voorzien van goede zorg. Dat het aantal kinderen dat werd aangemeld bleef groeien, had er onder andere mee te maken dat de dyslexiezorg werd vergoed. In eerste instantie door de zorgverzekeraars, later door de gemeentes. Een mooie inrichting van de zorg voor het kind. Er zijn namelijk maar weinig landen die de dyslexiezorg zo systematisch aanpakken als dat Nederland dat doet. Om u te laten zien hoe zorg en onderwijs zich tot elkaar verhouden, neem ik u graag mee in het schema dat u hier achterbij ziet. Het linkerdeel van de figuur heeft betrekking op het onderwijs. En binnen het onderwijs krijgen de leerlingen die daarvoor in aanmerking komen extra hulp. De intensiteit van de geboden hulp kennen we als de zogenaamde intensiteit op ondersteuningsniveau. Wanneer kinderen, ondanks de extra hulp op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3, hardnekkige en ernstige problemen laten zien, en wanneer dit ook terug te zien is in het niveau van lezen en spellen, die welbekende 3x E-scoren, dan komen ze in aanmerking voor zogenaamde clinical assessment, oftewel zoals u hier ziet,
de diagnostiek, time one. In deze diagnostische fase worden er allerlei taken afgenomen en wordt het kind blootgesteld aan allerlei testen. Op basis van deze testen wordt er gekeken of er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, EED dus, waar we het net ook al eerder over hadden. En er wordt ook gekeken of een kind in aanmerking komt voor een behandeltraject binnen de vergoede zorg. De behandeling start al vrij snel nadat we de diagnostiek voor de kinderen hebben afgenomen. In mijn onderzoek hebben we een theoretisch onderscheid gemaakt van de inhoud van de dyslexiebehandelingen. En op basis van deze theoretische inhoud hebben we de behandeling opgesplitst in twee delen. We noemen het een eerste en een tweede fase van de behandelaanpak. En ook deze fases zijn terug te zien in de figuur hier achter mij. De eerste fase en hier volgt de tweede fase. Na de eerste fase, dus de 12 behandelsessies, vindt er een eerste evaluatie plaats. Wederom wordt het kind getest en dit keer wordt er gekeken of er vooruitgang is geboekt en of er dus weer vervolgd kan worden met behandelen. En ondanks dat er in de praktijk nog één of meerdere tussenmetingen zijn, zitten deze bij ons pas na de tweede fase van behandelen. We hebben ervoor gekozen om alleen daarna weer te testen, omdat het een theoretische overweging is. Later neem ik u mee hoe die theoretische overweging is vormgegeven. Zodoende hebben we hier een schema met aan de linkerzijde het onderwijs weergegeven en aan de rechterzijde de inrichting van de dyslexiezorg, zoals wij deze in mijn academische proefschrift hebben beschreven. De systematische indeling van onderwijs en zorg heeft er ook toe geleid dat ik op grote schaal onderzoek kon gaan doen. Tijdens de dyslexiebehandelingen die ik gaf, zag ik wat zo'n behandeling met een kind deed. Het kind ging vaak enorm vooruit. Oftewel, het niveau van lezen en spellen ging vaak enorm vooruit. Tegenwoordig zouden we zeggen, hoe dan? Hoe kan dat? Hoe kan het dat we tijdens die diagnostische onderzoeken een hardnekkigheid aantonen, een didactische resistentie aantonen? En hoe kan het zijn dat kinderen tijdens een dyslexiebehandeling wel vooruitgang boeken? Met andere woorden, hoe kan het zijn dat er op school al van alles is geprobeerd en dat het kind destijds niet vooruit ging? En nu, tijdens die eerste 12 behandelsessies wel? Die vraag stelde ik mij geregeld tijdens het behandelen. Ik stapte af van het plan om kinderen individueel te helpen en richtte mij volledig op wetenschappelijk onderzoek naar de inrichting en de effecten van de vergoede dyslexiezorg. Ik onderzocht in totaal 507 kinderen. En bij al deze kinderen hebben we naar hun diagnostisch profiel gekeken. Dat houdt in dat we hebben gekeken wat nou typisch is aan Nederlandse kinderen met dyslexie. Waar hebben zij eigenlijk moeite mee? En de resultaten waren heel erg duidelijk. Nederlandse kinderen met dyslexie hebben inderdaad moeite met lezen en met spellen. Nieuw? Nee hoor, dat wisten we al lang. Alleen, in tegenstelling tot wat er lange tijd verondersteld is, namelijk dat het bij Nederlandse kinderen met dyslexie wel goed zou zitten met de nauwkeurigheid van lezen, en dat met name de leessnelheid het grootste probleem zou zijn. Nederlandse kinderen met dyslexie zouden met name gekenmerkt worden door een traag leestempo. Om deze aanname te toetsen, hebben we daarom bij alle kinderen tijdens alle meetmomenten gekeken naar hun leesefficiëntie, of noem het voor het gemak de leessnelheid. Een maat die geoperationaliseerd is, is hoeveel woorden leest een kind goed in een bepaalde tijd. Maar ook keek ik naar die leesaccuraatheid, de nauwkeurigheid dus. Hoeveel procent van de gelezen woorden leest een kind goed? Op die manier kwamen we erachter dat met name kinderen met dyslexie die nauwkeurigheid helemaal niet zo vanzelfsprekend is. De kinderen in ons onderzoek lieten primair een snelheidsprobleem zien, maar zij hadden überhaupt nog moeite om nauwkeurig te lezen. De problemen met de nauwkeurigheid zagen we tegelijkertijd terug in de spellingvaardigheden. Kinderen met dyslexie liepen ten opzichte van kinderen zonder dyslexie vaak ook enorm achter op het gebied van spellen.
Samengevat hebben we dus gekeken naar lezen en spellen. En bij lezen zien we dus een tweeledig probleem. Inefficiëntie en onnauwkeurigheid. En bij spellen uiteraard alleen onnauwkeurigheid. En dit gold zowel voor kinderen waarbij er dyslexie was vastgesteld in groep 4, als voor kinderen die de diagnose dyslexie pas in groep 5 hadden gekregen. Ik neem u mee in een tweede aspect die heel veel voorkomt bij dyslexie, namelijk de onderliggende problematiek. Binnen de vergoede zorg wordt er onderscheid gemaakt tussen 6 zogenaamde indicatoren. Deze factoren worden meegenomen in de overweging om een kind wel of niet te gaan behandelen. Deze maat hebben wij uiteraard ook onderzocht bij alle kinderen. Dus niet alleen bij de groep kinderen met dyslexie, ook bij die controlegroepen. Kinderen met dyslexie laten zowel op het gebied van lezen als op het gebied van spellen een breed scala aan onderliggende problemen zien. Bevat het in mijn proefschrift samen als een zogenaamd breed fonologisch tekort. Een breed fonologisch tekort die ten grondslag ligt aan de lees- en aan de spellingproblemen. Het brede scala aan problemen had aan de ene kant sterk betrekking op problemen met het kunnen automatiseren van kennis. Maar dat brede scala was tegelijkertijd heel sterk toegespitst op problemen met het kunnen benoemen van klanken. Binnen dat brede scala was een heel interessante bevinding dat kinderen dus ernstige achterstanden lieten zien op het gebied van de zogeheten letterkennis. Kennis die dus over klanken gaat, in plaats van over de namen van letters. Het leren van de klanken, zoals a of a, u of e, speelt al heel vroeg in de ontwikkeling van kinderen een belangrijke rol. Spelenderwijs komen kinderen in aanraking met de klanken in de kleuterklas. En vanaf groep 3 van het basisonderwijs worden de klanken op een systematische wijze onderwezen. En de meeste kinderen ontwikkelen een goede letterkennis. Maar onze twee groepen kinderen met dyslexie, die ontwikkelden dat niet. Sterker nog, bij aanvang van de behandeling, zo bleek uit die diagnostische onderzoeken, waren deze kinderen in ernstige mate achter. Zij waren niet in staat om die klanken te benoemen. En ze konden dat niet snel, maar ze konden dat al helemaal niet accuraat, niet nauwkeurig dus. Zoals in deze grafiek achter mij te zien is, laten de kinderen met dyslexie, de blauwe lijn, bij binnenkomst een enorme achterstand zien vergeleken met de kinderen zonder dyslexie. En de kinderen zonder dyslexie, dat is de groene lijn. Ook qua snelheid, de rechtergrafiek die u hier achter mij ziet, zien we dat de kinderen met dyslexie problemen laten zien. Hier zien we namelijk dat de blauwe lijn, de groep kinderen met dyslexie dus, ver boven de groene lijn staat. En een hogere score op het gebied van snelheid geeft aan dat de kinderen meer tijd nodig hadden om de klanken te benoemen. En hoe meer tijd je nodig hebt om te lezen, hoe langzamer het lezen dus eigenlijk gaat. Of eigenlijk beter gezegd, hoe langzamer het benoemen van de klanken gaat. Een enorme achterstand dus. Kinderen zonder dyslexie konden dit vele malen sneller tijdens de diagnostische onderzoeken dan de kinderen met dyslexie. Een belangrijke insteek van de behandeling was daarom allereerst om maar eens te starten met die zogenaamde kleinste elementen van de taal. 12 weken lang intensief aan de slag met de klankteken en teken-klankkoppelingen resulteerde in een enorme vooruitgang. Kinderen met dyslexie groeiden enorm. Ze groeiden zelfs zo sterk dat ze op sommige aspecten beter presteerden dan hun leeftijdsgenoten, kinderen zonder dyslexie. En in sommige gevallen werd het gat met het leeftijdsgenoten zelfs gedicht. Zelfs bij het gebied van onzinwoorden heb ik beschreven they closed the gap. Halen ze dusdanig in dat er geen significant verschil meer was met hun leeftijdsgenoten. Kortom, kinderen met dyslexie lieten een enorme vooruitgang zien gedurende die eerste fase van behandelen, waardoor ze bijna een volledige letterkennis hadden en verrassend genoeg nam hun niveau om woorden te kunnen lezen ook toe.
meest van alles was hun decodeervaardigheid, dus de mogelijkheid om te hakken en te plakken en dus woorden te kunnen lezen, die was enorm verbeterd. Geweldig dus wat we eigenlijk kunnen bereiken met die eerste fase van de dyslexiebehandelingen. Toch? Ik stelde me eigenlijk continu de vraag, hoe dan? Hoe kan dit? Ze waren toch ernstige problemen en didactisch resistent. Ik stelde me de vraag in hoeverre verschilt de inhoud van die specialistische behandelingen met de hulp op school? Hoe kan het zijn dat we deze vooruitgang niet al op school op ondersteuningsniveau 3 hadden gezien? Ik was overigens wel erg blij met de resultaten en tevreden met het gegeven dat kinderen met dyslexie wel zichzelf konden verbeteren. Samen met collega's van Marant ontwikkelde ik een geheugenspel, Dizzy. Een spel waarin aspecten uit die eerste fase van de behandeling is overgenomen, zodat kinderen thuis, maar ook op school, nog vaker spelenderwijs aan de slag konden met de hulp die wij hen boden. Maar uiteraard, de wetenschapper in mij, ik onderzocht verder. Ik stelde mezelf de vraag hoe de onderliggende problemen, waarvan we wisten dat het bij kinderen met dyslexie een heel scala was, het fonologisch tekort, waar ik zojuist over vertelde, hoe waren die tekorten gerelateerd aan behandeluitkomsten? Met andere woorden, hadden we eigenlijk op voorhand niet al kunnen weten dat sommige kinderen bijvoorbeeld meer zouden profiteren van de behandeling dan andere kinderen. In hoeverre speelt dus eigenlijk individuele variatie een voorspellende rol bij lezen en bij spellen? In 2 studies onderzocht ik de relatie van deze onderliggende problemen met lees- en met spellinguitkomsten. Natuurlijk rekening houdend met het onderscheid tussen de leesefficiëntie en de leesnauwkeurigheid van kinderen. De uitkomsten waren heel helder. Snelheid en efficiëntie hangen sterk samen met de onderliggende factor automatiseren. En leesnauwkeurigheid is sterk verbonden aan de mogelijkheid om klanken te kunnen benoemen en om te kunnen spelen met klanken in woorden. De fonologische taalvaardigheid, met een ander woord. En niet geheel onbelangrijk, wat we ook zagen, is dat je aanvankelijke score, dus de score waarmee je binnenkomt tijdens de diagnostiek, als belangrijkste voorspeller gold voor uiteindelijke score na een volledig behandeltraject. Hoe hoger je score bij binnenkomst, hoe hoger je score waarmee je uitstroomt. En toen gingen er bij mij belletjes rinkelen. Ik zag 2 belangrijke aspecten in deze bulk aan data. 1. Kinderen met dyslexie boeken vooruitgang gedurende een behandeltraject. En 2. Hoe kleiner je achterstand bij binnenkomst, hoe hoger je score na behandeling. Dus met een lage score binnenkomen is met een relatief lage score de dyslexiezorg verlaten. En met een relatief hoge score binnenkomen is met een relatief hoge score de dyslexiezorg verlaten. Met andere woorden, hoe kleiner dus je achterstand, hoe groter de kans dat je het nog tot een succes kunt gaan maken. En precies hier zag ik toekomst in. Hier zag ik mogelijkheden om de systematische werkwijze in Nederland vernieuwd leven in te gaan blazen. Ondertussen waren er namelijk al tal van discussies gaande over overdiagnostisering van dyslexie, slecht onderwijs en een follow the money discussie, noem ze maar op. Ik was met mijn gedachten alleen al veel verder dan die constateringen. Ik hield mij namelijk naast het onderzoek ook sterk bezig met de vraag hoe we de zorg voor het kind konden optimaliseren. Ik neem u mee in een aspect dat gaat over verrijkend onderwijs. Voor mij was het namelijk heel duidelijk. Iets deden we tijdens die behandelingen goed, wat ook goed aansloeg. Zeker in de eerste fase lieten kinderen een groei zien die je theoretisch niet zou moeten verwachten. Die groei zou namelijk eigenlijk al op school hebben moeten plaatsvinden. En wat maakt dat die letterkennis op ondersteuningsniveau 3 onvoldoende beklijft? Waarin verschilt het behandelaanbod ten opzichte van het aanbod op school?
En in hoeverre kunnen we deze inzichten uit de dyslexiezorg integreren in het onderwijs? Ik was het niet zozeer eens of oneens met uitingen over slecht onderwijs. Ik zag meer een kans om met de huidige inzichten, uit mijn proefschrift uiteraard, het onderwijs te gaan vernieuwen. Innoveren. Ik wilde kennis uit wetenschappelijk onderzoek integreren in het onderwijs, zodat, en dan kom ik op dat tweede punt wat hier staat, het aanvankelijke niveau van kinderen veel minder laag zou zijn bij binnenkomst. We hadden immers gezien dat wanneer je met een minder grote achterstand binnenkwam, je veel vooruitgang kon boeken tijdens een behandeling. Mijn doel was daarom, hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen eerder een hoger lees- en spellingniveau kunnen bereiken? Hoe kunnen we er dus eigenlijk voor zorgen dat ze dit in het onderwijs gaan bereiken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze het bereiken voordat ze de zogenaamde 3x E-scores behalen? Als we namelijk zouden kunnen bewerkstelligen dat ze eerder dit behandelaanbod zouden krijgen, hiermee bedoel ik dus eigenlijk als het ware de inhoud van de eerste fase van de behandelingen, dan zou niet alleen hun letterkennis toenemen, nee, dan zou dit ook terug te zien zijn in hun decodeervaardigheden. Een vaardigheid die cruciaal is om nauwkeurig te kunnen lezen. En laat die nauwkeurigheid nou precies zijn waar ze ook onvoldoende op scoorden. Voor mij was de cirkel rond. Hier valt winst te behalen. De onvolledige letterkennis eerder optimaliseren, zodat het hakken en plakken van woorden verbetert, waardoor kinderen in staat worden gesteld om de zogenaamde decodeerstrategie toe te kunnen passen tijdens het lezen. Eerder zorgen voor optimale kennis werd daarmee mijn primair beoogde doel. Ik neem u mee in een ander belangrijk aspect voor vandaag. Het behoud van de dyslexiezorg. Ik stelde een transformatieplan op. Met alle inzichten die ik gedurende het onderzoek verzamelde, streefde ik nog steeds naar de best mogelijke zorg voor het kind. En hierbij stond voor mij het behoud van een vergoede dyslexiezorg echt centraal. Er zullen naar mijn idee namelijk altijd kinderen zijn en blijven die specialistische zorg nodig hebben. Maar met alle media die nog steeds berichten over slecht onderwijs, dyslexie moet terug naar het onderwijs, et cetera, noem het maar op, maakte ik me best wel eens zorgen of ik op tijd was om mijn transformatiemodel succesvol te gaan implementeren. Maar gelukkig, al snel wierp de opzet van de eerste pilotfase van het transformatiemodel haar vruchten af. Het plan werd goed opgepikt door diverse gemeentes. En het belang van een verrijking van het onderwijs, aan de hand van wetenschappelijke inzichten op basis van mijn proefschrift, en het belang van het behoud van de vergoede dyslexiezorg werd erkend. In het transformatiemodel integreren we de dyslexiezorg in het onderwijs. Door de eerste fase van de behandelingen aan kinderen aan te bieden voorafgaand aan een diagnostisch onderzoek. En met de invoering van het transformatiemodel werden kinderen dus in tegenstelling tot de huidige werkwijze in de huidige protocollen in de samenwerkende gemeentes na hun aanmelding met 3x E niet direct door een van onze diagnosten onderzocht. Nee, er werd een niveaubepaling gedaan om inzicht te verkrijgen in hun achterstanden. En ten behoeve voor de analyses om te kijken of het transformatiemodel inderdaad leidde tot verbeterde zorg voor het kind. En na die niveaubepaling werd er direct overgegaan tot behandeling. Behandeling volgens de eerste fase uit de geprotocoleerde dyslexieaanpak. We zagen inderdaad wat we verwachten. Een aantal kinderen profiteerden dusdanig van de behandeling dat ze niet langer in aanmerking kwamen voor die vergoede diagnostiek volgens de richtlijnen binnen het bestaande protocol. Ze werden na de behandelfase terugverwezen naar school, waar de kinderen met heel gerichte adviezen en terugkoppeling van de aanpak en ondersteuning, daarmee konden leerkrachten het zelf verder oppakken. De school zette dus daarmee als het ware onze hulp voort.
Maar we stimuleerden scholen tegelijkertijd om dit aanbod ook toe te gaan passen bij andere kinderen met dergelijke hulpvragen. En zo verbinden we onze dyslexiezorg, onze aanpak, in het onderwijs. In de aanpak op ondersteuningsniveau 3 binnen het onderwijs. Een integratie van wetenschappelijke kennis uit een proefschrift in onderwijs en in zorg. Maar ook in dit transformatiemodel blijft het belang van goede zorg voor het kind centraal staan. Binnen het transformatieplan is daarom monitoring door een van onze orthopedagogen of psychologen een heel belangrijke factor. Orthopedagogen en psychologen bleven op de achtergrond een rol spelen en begeleiden leerkrachten bij de vernieuwde aanpak. En zorgen uiteraard voor nauwe monitoring van de kinderen die terugverwezen zijn naar school. Dus na de niveaubepaling waren die kinderen terugverwezen naar school, maar bleven ze wel gemonitord worden. Zorg voor het kind bleef centraal staan. We wilden er ten alle tijde zeker van zijn dat kinderen niet ten onrechte terugverwezen werden naar school. Het transformatiemodel leek ook te doen wat we beoogden. Integratie van de eerste fase van de behandelaanpak in het onderwijs, waardoor de lees- en spellingproblematiek van de kinderen met een risico voor dyslexie eerder, maar vooral op een nieuwe manier geremedieerd werd. Het leidde tot minder kinderen in de diagnostische fase en dus inherent eraan aan minder kinderen in de vervolgtrajecten van de specialistische dyslexiebehandelingen. Met andere woorden, het transformatiemodel biedt het onderwijs nieuwe handvaten om de kwaliteit en de inhoud van de ondersteuningsniveaus te vernieuwen en te verbeteren aan de hand van nieuwe inzichten. En het model laat zien dat we met die aanpak het aantal kinderen met EED, ernstige enkelvoudige dyslexie dus, ook significant terug kunnen gaan brengen. En het terugbrengen van het aantal kinderen met dyslexie zal zeker wanneer dit grootschalig geïmplementeerd zal gaan worden, leiden tot minder hoge kosten in de dyslexiezorg. Minder dyslecten betekent feitelijk minder kinderen in die kostbare zorgtrajecten. En waar aan de ene kant de kansen lagen om delen van de klinische aanpak te integreren in het onderwijs, ligt er vandaag de dag aan de andere kant een hele grote kans om de specialistische zorg met zorg te specialiseren. Gebaseerd op de nieuwste inzichten, zoals ik die in mijn proefschrift heb beschreven, biedt individuele variatie aan onderliggende problemen hierbij houvast en vormt het een belangrijk uitgangspunt voor toekomstige dyslexiezorg. Op basis van de huidige inzichten kunnen we dan ook concluderen dat we nu meer weten over onderliggende cognitieve factoren die van invloed zijn op behandeluitkomsten. En ik denk dat in het transformatiemodel nog veel meer kansen liggen om de zorg verder te specialiseren. Samengevat, en daarna wil ik u heel graag de mogelijkheid geven om hierover verder met elkaar in gesprek te gaan, wil ik u allen meegeven dat uit de uitkomsten van mijn promotieonderzoek resultaten naar voren zijn gekomen die hebben geleid tot nieuwe inzichten. Zojuist heb ik u meegenomen in 4 belangrijke zaken. Ik startte mijn verhaal over kenmerken van lezen en spellen, over nauwkeurigheid en efficiëntie. Ik vervolgde mijn verhaal door u mee te nemen in factoren die aan lezen en spellen verbonden zijn, het brede fonologische tekort. En ik bood u alle inzicht in de effecten van een behandeling en bovenal hoe de behandelaanpak op basis van de resultaten in mijn proefschrift het onderwijs kan verrijken. Zodat, en dan kom ik op het laatste punt die ik u heel graag mee wil geven, zodat specialistische dyslexiezorg in de toekomst niet alleen behouden wordt, maar zodat de specialistische zorg nog specialistischer kan. Wat mij betreft zijn de nieuwe inzichten helder en kan het transformatiemodel genaamd ID verder uitgerold worden. Innovatieve dyslexiezorg. We hebben immers allemaal hetzelfde doel voor ogen, namelijk de beste zorg voor het kind.
Ik wil u allen hartelijk danken voor uw aandacht. En ik wens u nog een hele prettige in subgroepen uiteengaan om met elkaar hier verder over in gesprek te gaan. Hartelijk dank. Dankjewel, Lisbeth. Ik heb het nu al heel vaak gehoord, dit verhaal. En ik heb de illusie dat ik het een beetje begrijp. Ik kan me voorstellen dat het voor u nogal veel is. Fonologische tekorten, cognitieve factoren, efficiëntie, nauwkeurigheid. Soms zou je bijna vergeten dat we het hier over kinderen hebben. In mijn dagelijkse praktijk, waarin ik veel spreek met gemeentes, wethouders, beleidsmakers, gaat het over hele andere dingen. Dan gaat het over BMLQ, gaat het over geld, gaat het over follow the money. Hebben we wel goed onderwijs en zijn al die dyslexiezorgaanbieders niet alleen maar op geld uit? Ook dan zou je bijna vergeten dat het ons allemaal om de kinderen gaat. Lisbeth noemt het zorg voor het kind. Voor mij is het ondersteuning van het kind. Het is een beetje een semantische discussie, maar om me aan te geven, Lisbeth's verhaal geeft al aan. Het maakt niet zoveel uit, volgens mij, waar en met welk geld we de ondersteuning bieden aan die kinderen die ze nodig hebben. Het gaat erom dat ze krijgen wat ze nodig hebben, om dat wat ze heel erg moeilijk vinden elke dag weer, lezen en spellen, wat stom is, wat maakt dat je het gevoel hebt dat je dom bent, dat we daar ons allemaal voor inzetten om dat morgen weer beter te doen dan vandaag. Nou zijn we hier vandaag bijeen met een hele gevarieerde groep mensen. Allemaal betrokken mensen die het lot van kinderen voor wie het lezen en spellen niet vanzelf gaat, aangaat. Het zijn onderwijsprofessionals, ouders, beleidsmakers, zorgaanbieders. Ik vind het een prachtige kans en ik wil u wat meegeven voordat u straks eerst van de koffie kan genieten. Ik wil u uitdagen om met wat u vandaag gehoord heeft, vanochtend van Lisbeth gehoord heeft, straks vrijheid te denken, met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van een aantal collega's van mij en nadenken over wat we morgen nou beter kunnen doen dan vandaag en hoe we dat gaan doen. Huishoudelijk gezien heeft u op uw kaartje een zaalnummer waar u na de koffie om 10:30 u mag melden. Wordt u onder begeleiding van onze collega's eerst nog even meegenomen in de highlights van het verhaal van Lisbeth. Dan hoort u het nog een keer in een iets andere taal, lekentaal. Ook al heeft onze wetenschapper, vind ik dat fantastisch gedaan. Dus dan nemen u nog even mee in de hoogtepunten van het verhaal van Lisbeth. Om vervolgens met u dat gesprek aan te gaan. En ik hoop u dan rond 10:50 terug te zien. En dan hoor ik graag van u inspirerende gedachten en acties. Wat we morgen anders gaan doen met elkaar. Nu eerst koffie. Ik moet even spieken bij Juliette. Ben ik iets vergeten? Nee? Oké. Om 10:30 wordt u verwacht in de zaal die op uw bed staat. En ongetwijfeld melden zich collega's die u wijzen waar de weg is. Geniet van de koffie en succes met het goede gesprek. Ja, je legt het heel duidelijk uit. Ik denk dat de meeste het wel
Ja, hoop ik. Het is natuurlijk best pittige materie. Maar ja, je wil het gewoon goed overdragen voor een heel breed publiek. Dus dat is zeker een uitdaging. Ja, ik ben benieuwd of de meeste En zo meteen in de subgroepen zullen we ook even dat terug. Waar voor mijzelf een beetje verwarring lag en misschien ook voor anderen. Want je zei, hoe hoger de score bij binnenkomst, hoe hoger de score naar behandeling. Is een kleine achter. Maar je bedoelt dan dus de hoge score. Dus als kinderen goed scoren, niet de hoge score in hun dyslexie. Nee, het zou hoge score echt een ruwe score. Dus zeg maar als je de EMT of de kleding neemt en je haalt een hogere score, dus je leest meer woordjes goed, dan is dat de belangrijkste voorspeller voor je behandeluitkomst. Want dan is dat ook. Ja, en nog sterker dan alle andere factoren die je ook doet, dus automatiseren, letterkennis, noem maar op. Die doen er dan allemaal veel minder toe. Dat zijn geen directe voorspellers, maar dat aanvankelijke niveau blijft altijd overeind. Dus daarom pleit ik ook van we moeten dat aanvankelijke niveau proberen te optimaliseren, zo hoog mogelijk te maken. En dat bedoel ik met hoog. Want als je zo hoog mogelijk binnenkomt, dan voorkeur de deentjes nog. Alleen we kunnen natuurlijk dat mag niet, ja, maar ik werk dus niet. Nu echt met kinderen, die hebben dan... Maar wie zegt allemaal, dat niet mag? Ja, en dat ages. Is mijn voordeel van mijn functie nu. Ja. Oh ja. Ik heb gewoon keiharde evidentie liggen in de vorm van een proefschrift. Nou moet er wat gaan veranderen dus vandaar, bij de gemeente en politiek gebied. Ja, alleen de vraag die ik me dan stel, is dat pers en zorg? Of moeten we gewoon delen uit de aanpak die wij dus zo succesvol vinden, waarvan de resultaten succesvol vinden, kunnen die niet terug in onderwijs? Want waarom bereiken we dat niet in onderwijs? Ja. En niet dat onderwijs het niet goed doet, dat horen we niet zeggen, hopelijk. Ik heb gestaan, ja. Ik ben er wel op een school om kinderen te helpen. Ja. Er zijn genoeg scholen die geen orthopedagogen, geen onderwijsassistenten hebben. Maar laten we ook eerlijk zijn, de werkwijze op de scholen nu is gebaseerd op wetenschappelijke kennis van toen. Ja. En dat is heel waardevol, want daardoor kun je werken tot je werken. Alleen wetenschap ligt er nu weer en dan moeten we weer innoveren. En ik denk dat dit het moment is dat we met elkaar kunnen gaan kijken hoe kunnen we nu wat we doen aanpassen of omtunen. Misschien moeten we wel wat nieuws in plaats van om de werkdruk niet te toe te laten nemen, zeg maar. Want dat Dizzy, dat heb jij al dus ontwikkeld. Ja, eigenlijk alle producten waar we aan het komen uit mijn hand, zeg maar. Want hoe nieuw is dat, Dizzy? Want wij hebben nog niet op school. Ik heb net even een collega geappt. Hebben we dit? Moet ik hem meenemen? Ja, we hebben het hier wat beneden. Ja, ik ga hem meenemen. Maar ik vroeg maar hoe lang het al. Nou, het is eigenlijk sinds mijn promotietraject, ik denk in mijn derde jaar, dus dat is nu 4 jaar geleden denk ik ontwikkeld. En het is echt de eerste fase van de dyslexiebehandelingen, die zitten daarin. En dan spelenderwijs, zeg maar, want kinderen willen gewoon niet alleen maar oefenen. Dus het is een memory spel, dus je gaat gewoon lekker aan tafel zitten en je gaat het verklanken. Dat ga ik gewoon doen. Alleen wat er anders is dan op de vele scholen, is dat je niet alleen verklankt. Er staan symbolen die we uit de behandelingen gebruiken, staan er ook op. Zodat kinderen bijvoorbeeld een A met een lange streep worden ondersteund, hij klinkt lang. En een korte klank, kort streepje, hij klinkt kort. En een drie teken klank, A, oi, oi, dan staat er 3 tekens. Dus dan hoef je niet te denken A, I. A, I, nee, A, I. Het is een 3 teken klank. Dus dat zit allemaal in dat spel overgenomen, zeg maar. Ja, nee. Als het goed is, hebben ze beneden Nee, ik ga, klopt. Ja. Ik heb ze al gezien, hoor. Ik startte mijn verhaal. Zeker. Ik doe even mijn verhaaltje gewoon weer opnieuw door de livestream. Even een fotomomentje voor de kijkers thuis. Ja, nou, ik denk dat ik alleen maar wat uit. Oh, dat is stom. Ja.
ga ik nu terug? En zo. Staat het nu nog steeds? Ik wilde hem vast even klaarzetten. Hoeveel mensen hebben jullie? We zijn er over.
Zo verder, ja. Ja, we hebben niet die pointer, geloof ik.
Heb je nog voorkeur voor gehad? Hier denk ik. Dat is die laatste, dat is de kant. Hier? Ja. Vanuit je eigen perspectief, ja. Zullen we die dingen even opplakken dan? Dan kunnen ze. Ja, maar de vraag is of opplakken of gewoon op de grond en dat iedereen op de grond dan geeft wat doet. Ja, maar het is bij nou ook de bedoeling dat je langs loopt, hè? Ja, maar is dat niet handig als het hiervoor is? Maar deze moet dan toch bij de kant. Ja, ja, je hebt plaatsen, je zou nog binnen zo'n
je hoofd. Ja. Van Liesbeth gehoord. En wat we nu eigenlijk willen doen is vanuit dat onderzoek, vanuit die theorie en wat zij heeft gevonden, eigenlijk de vertaalslag maken naar de praktijk. Van wat kunnen we hier nou mee? En dat ook met z'n allen samen gaan bekijken. En belangrijk is erbij ook dat we dus niet helemaal op de inhoud kunnen ingaan. Ook vooral omdat we vanuit allerlei verschillende werkvelden hier zitten. Maar juist heel erg gaan kijken van wat kunnen we nou praktisch met die bedoeling daar. Om dan even te beginnen met een korte brainstorm van, we zullen daar nog ingaan op een paar highlights die voor ons belangrijk zijn uit het praatje van Liesbeth. Maar voor nu even van voor jezelf bedenken van vanuit jullie werkveld, van wat jullie doen. Wat vonden jullie nou een belangrijk resultaat wat je net hebt gehoord? Dus wat heb je onthouden en wat is voor jou van belang? Bespreek dat even met je buurman, buurvrouw. Om gewoon eventjes op te halen van wat hebben jullie zelf hier nou uitgehaald? Wat is opgevallen? Dus bespreek dat even samen, komen we er zo terug. Yeah.
Hebben jullie de belangrijkste punten kunnen bespreken? Ik kan niet goed inschatten hoe ver jullie al waren, maar is er iemand die wil delen wat er besproken is of wat het belangrijkste was dat naar voren kwam voor jullie? We zijn overigens even bij de microfoon gaan staan, omdat de livestream ons dan ook hoort. Als wij hier staan, zijn we voor de mensen thuis niet te verstaan, dus vandaar dat het zo officieel eruit. Ja, vertel. Maar even hier, of ben ik ook, jullie kunnen ons gewoon wel horen. Ja, nee, dat is prima. Hier zitten twee behandelaren en ik ben van het kwaliteitsinstituut, waar wij eigenlijk op kwamen is van dat het heel belangrijk is dat jullie de behandelaren weten van hoe je dan ondersteuning van vorm 3, zoals zij dat, zoals ik het aangeef, daar moeten een aantal dingen gebeuren. Hè. Je gaat eigenlijk terug naar ondersteuning van vorm 3, vanuit de behandeling. En hoe je dat dan het beste kan doen. Ja. Hè, want meestal bouw zetten we in, hè, in ondersteuning van vorm 3, maar wat zou je nou kunnen adviseren en hoe zou je het kunnen doen? Ja. Ja, dus in het. Nou, wat ik heb begrepen van die wet is dat je eigenlijk. En na de 12 weken. Ja, die 12 weken breng je terug. Die ga je terug naar een ondersteuning van 3 brengen, hè? Ja. Precies, ja, nee. En de opmerking is eigenlijk, als ik het goed begrijp, van hoe ga je dat dan doen? Hè? Hoe kun je die 12 behandelingen integreren in het onderwijs? Want dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil. En hoe doe je dat dan? Als behandelaar? Ja, hoe kunnen zij dat? Ja, precies. Want dat is natuurlijk de vraag, daar gaan we dadelijk nog verder op in hoor, inderdaad. Maar waar ligt dan de rol van onderwijs? Waar ligt dan de rol van zorg? Wie kan daar wat in doen? Want we kunnen elkaar daar waarschijnlijk allemaal bij helpen. Maar dat is een mooi punt. Verder nog iemand? Waar wij mee bezig waren, was dat eigenlijk de zorg voor 2 en 3, waar we op school mee gewerkt. Mm-hmm. En dat ook op die letterklank koppeling bijvoorbeeld is. En het interessante is van, dan zie je aan de ene kant de instructie en alle richtlijnen ook daarin op toegespitst zijn. En tegelijkertijd maak je die vooruitgang tijdens de behandeling, wanneer je die letterklank koppeling dan goed gaat trainen. En dan ontstaat de vraag van, goh, wat mist er dan toch in dat eerste traject met het onderwijs? En welke componenten van dat eerste traject binnen behandeling zou je dan naar voren moeten halen? Ja. Want in principe de kennis, de instructies, de richtlijnen zijn er. Ja, maar blijkbaar inderdaad gebeurt er toch iets anders. Dus de vraag is inderdaad wat dan? Ja. Maar dan was dat eigenlijk dat blanco blokje. Of niet, daar gebeurt iets, zorg ik al 2 en 3. En ja. En dat gaat inderdaad al best wel in op de inhoud. Dus ik wil daar nu nog even niet te veel op ingaan, want ik ben ook vooral heel benieuwd hoe jullie daarover denken. Maar we komen daar straks wel op terug, want we hebben er natuurlijk wel ideeën bij. En Liesbeth heeft daar ook vanuit het onderzoek ideeën bij. Maar daar komen we dan dadelijk even op terug. Maar is goed om te noemen. Zijn er nog meer? Van ons uit het onderwijsveld is het wel van, toevallig waren we dat alle twee. En we lopen tegen, er zijn twee factoren die daarin meespelen, van hoe ga je de mensen, hoe krijg je het voor elkaar. Ja. En van de andere kant, een kostplaatje, want we hebben maar een beperkt budget, we kunnen niet alles. Ja. En er worden ook, niet voor jullie, ook goede programma's gemaakt, maar die zouden we heel graag ook kunnen in gaan zetten op een betaalbare wijze. Ja. Nou, dat is heel mooi, want dat is inderdaad dus wat er tegenover staat. Het moet wel haalbaar zijn en hoe dan. Dus dat is inderdaad zo mooi dat we met verschillende werkvelden nu bij elkaar zitten. We zouden best wel een scheidingslijn in. We zouden daar best wel meer Ja. van elkaar moeten kunnen leren. Ja. Wat is mogelijk aan de kant. Nou, daar zitten we hier dus eigenlijk vandaag voor inderdaad. Van ja, we willen dat juist graag samen doen. En hoe kunnen we dat dan regelen? Want we willen eigenlijk allemaal volgens mij uiteindelijk het beste voor het kind. Waarom zou je dat niet gaan doen? Dus dat is heel goed dat hier ook nog even Ik vind het ook wel heel leuk dat jullie al verder denken. Dat jullie al, we hadden deze een beetje als inleiding van wat heb je nu net gehoord en wat is je opgevallen. Maar jullie denken heel erg al verder hoe het in jullie eigen werkveld. Hè? Hoe dan en wanneer en hoe en waarom. Dus dat is heel leuk. Daar komen we straks ook nog wat verder op terug. Wat ik nu eventjes aan jullie wil laten zien en dat komt zo
op het beeldscherm zijn eigenlijk in het kort even de highlights van wat Lisbeth net heeft verteld. Die neem ik even met jullie door en die zijn dan ook weer eventjes opgefrist als we zo met de volgende opdracht aan het werk gaan. Nou ja, het lijkt een inkoppen, maar natuurlijk wel heel erg belangrijk. Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en spellen. En uit het onderzoek is gebleken dat dat met name gekenmerkt wordt door nauwkeurigheidsproblemen bij het lezen en het spellen. En een snelheidsprobleem bij het lezen. Daaraan ten grondslag lijkt te liggen een breed fonologisch tekort, maar vooral die klank tekenkoppeling, hè? Dat is wat er bij Lisbeth heel duidelijk naar voren kwam. Die is gewoon veel zwakker ontwikkeld bij de kinderen die in zorg komen. Het resultaat van het onderzoek doet daar al een voorzetje in. Hè? Wat zou je nu moeten doen? Inzetten dus op die klanktekenkoppeling. Omdat gebleken is dat dat resulteert in een inhaalslag. Hè? Je zag dat heel mooi aan die grafiekjes. Dat de kinderen met dyslexie daar gewoon echt een inhaalslag in lijken te maken. Ze gaan dus beter lezen op woordniveau en er is een toename in de decodeervaardigheden. Maar goed, dan rijst natuurlijk wel de vraag. Er is een hardnekkig probleem geconstateerd in het onderwijs. Vervolgens zien we in een dyslexiebehandeling een flinke vooruitgang. Maar hoe kan dat dan? Hè? Dat is wat Lisbeth zich ook tijdens het onderzoek heeft afgevraagd en waarop zij weer verder onderzoek is gaan doen. Maar daaruit kwam dus ook naar voren dat het leestempo wordt beïnvloed door het al dan niet kunnen automatiseren. Dus dat is ook weer een belangrijk aspect om daarin mee te nemen. En de nauwkeurigheid wordt beïnvloed door het al dan niet kunnen spelen met de klanken in het woord. Hè? Dus die fonologie en ook de klanktekenkoppeling. Misschien ook een open deur, maar wel belangrijk om eens goed over na te denken. Een hoger startniveau betekent ook een hoger eindniveau. Nou zou je kunnen denken dat is wel logisch. Maar wat betekent dat dan? Hè? Dat betekent dus dat het belangrijk is dat die kinderen die uiteindelijk in zorg komen, dat die achterstand zo, wat we nu wel eens zien, is er kinderen die komen in groep 6 of in groep 7 in behandeling en die lezen op het niveau van groep 3. Je kan je voorstellen dat dat moeilijker is in te halen dan wanneer een kind bijvoorbeeld in groep 7 instroomt, groep 4-5 niveau binnenkomt. Maar dat is niet zomaar van de een op de andere dag gedaan. Hè. Daar doet zij ook implicaties voor om uiteindelijk te zorgen dat de kinderen, waarbij echt die specialistische hulp noodzakelijk is, dat die dan uiteindelijk ook in zorg komen. En wat betekent dat dan nou? Ja. Maar die letterklankkoppeling, ik had het idee dat Lisbeth daar vooral door een symbool aan te koppelen, die stap zet. Hè? Ja, dat klopt. Dat niet zo terug in het verhaal. Ja. Ja. Hoe belangrijk is dat nou? Want in het onderwijs bijvoorbeeld wordt dat misschien minder gedaan. En is dat nou echt de holy grail? Dat we als het zo makkelijk, dat zou fijn zijn, hè? Dat is denk ik juist waar we het over moeten hebben. Wat is nou het verschil? Ja. En dan heb je het inderdaad over de hoe. Dat is eigenlijk de volgende stap van oké, hoe doe je dat dan in die 12 weken? Ja, we kunnen daar kort wel even op ingaan, want die symbolen die zijn heel erg belangrijk. Ja. Hè, want die vereenvoudigen eigenlijk de klanktekenkoppeling. Hè. Je geeft daar een betekenisvol symbool aan, waardoor het werkgeheugen bijvoorbeeld minder belast wordt, hè, bij de kinderen. Maar de truc is niet, hè, dat zou fijn zijn als het alleen dat was en dan gingen we dat met z'n allen massaal doen en dan zouden we het probleem opgelost hebben. Maar dat is het niet. Het is ook heel erg de individuele benadering, hè, de integratieve aanpak, lang ermee bezig zijn. Want ik kan me heel goed voorstellen, als een kind in groep 6 uitvalt op lezen, ga je dan als leerkracht die klanktekenkoppeling oefenen met het kind? He, dat is natuurlijk wel een vraag die je kan stellen. Als we nu weten dat dat een heel belangrijk onderdeel is, wat daar aan ten grondslag is, dan zouden we met z'n allen moeten zeggen, ja, ook bij die kinderen in groep 6 moeten we bij die basis beginnen. Ja. En dan zijn de symbolen zijn er een onderdeel van. Dus dat is zeker een onderdeel daarvan, maar dat is niet van daarmee ben je er, zeg maar. Ja. En dat is ook niet onderzocht, hè? Want bijvoorbeeld, je kunt ook iets doen met kleuren. Ja. Precies, ja. Dus zo'n controle was er niet. Nee. Het was gewoon interventie en gewoon. Nou, de interventie is wel met ons behandelprogramma gedaan en daar gebruiken wij die symbolen. Dus wij kunnen nu niet zeggen of dat ook zo zou zijn geweest. Maar weet je misschien wel, stel dat je dat
Ja. Wacht heel even hoor, het gaat tweede ook. Okay, ja. Die zijn er dus tussen neus en lippen door de individuele aandacht. Hè? Ja. Is in het onderzoek ook meegenomen wat het effect daarvan is? Want het is mijn ervaring dat de vooruitgang ook heel erg gekoppeld kan zijn aan de aandacht en de tijd die een kind individueel of in ieder geval op het kind gericht kan ervaren. Dus er zit een groeipotentieel bij het oefenen van die dank-tekenkoppeling. Maar hoe groot is nou het effect van die individuele aandacht? Ja. Ja, dat is dus, want dat is inderdaad niet onderzocht. Hè? Er is onderzocht wat, of de behandeling effect had. En, maar waarom dat dan in zit? Kijk, er zijn geen controlegroepen geweest met bijvoorbeeld begeleiding in kleine groepjes. Dus dat, ja, dat kun je dan op basis van Lisbeths onderzoek nu niet zeggen. Maar daar zou bijvoorbeeld, ik denk het maar zo hoor, het verschil kunnen liggen tussen wat een school kan en wat dus in een specialistische omgeving kan. Ja. En dat is wel voor de praktijk een enorm belangrijke factor. Nee, ja. Ja, dat is wel een hele mooie, want daarvoor, wij zijn hier nu niet om te vertellen hoe het 100% moet. Wij zijn hier om te vertellen wat hebben we gezien in het onderzoek. Het onderzoek is inderdaad gebaseerd op een individuele behandeling. Dus we weten wat een individuele behandeling doet met de vooruitgang van het kind. We weten ook welke componenten daarin werkzaam zijn. En dat is waar we het nu mee moeten doen en daarom hebben wij jullie ook allemaal uitgenodigd om daar samen over na te denken. Maar wij snappen dat het naar de praktijk moet. Maar hoe gaan we dat doen? Welke obstakels zijn daar nu in? Hè? Ik hoor er al een paar. Dat is goed en daar komen we zo ook uitgebreid op terug. Dus ik wil deze discussie heel eventjes on hold zetten. Omdat ik bang ben dat we anders de rest van het programma niet afkrijgen. En daar komt dit ook heel erg in terug. Want daar gaan wij met elkaar ook de ideale situatie schetsen. Maar ook kijken van welke obstakels zijn daar nu? Wat moeten we daar dan nog in onderzoeken, overwinnen, uitzoeken? Nou ja, zo. Want als we het nog heel even hebben over die implicaties, want die highlights die Nicole net noemde, daaruit kan je dus een aantal dingen halen. Dus de verrijking van het onderwijs kunnen we daarmee bereiken. Maar ook juist de zorg zelf dus beter inrichten. Hè? Want we blijven ook bezig met kijken van wat werkt. En ook welke onderliggende verklaringen er zijn waardoor kinderen dus moeite hebben met het lezen of met het spellen. En juist als je daar dus zo specifiek naar gaat kijken, kun je dus die zorg ook nog beter inrichten. Dus zo blijf je wel bezig met elkaar om dus ook niet alleen dus het onderwijs te gaan verrijken, maar ook die zorg zelf steeds weer te verbeteren. Nou, wat je net noemde, hè, hoe eerder hoe beter eigenlijk. Dat is dus het mooiste natuurlijk, dat je zo vroeg mogelijk op een goede manier de problemen aanpakt bij kinderen. Waardoor je dus ook de achterstand zo min mogelijk laat oplopen. Dat is natuurlijk een mooi gevolg. En dan hebben we ideeën. Dat is eigenlijk wat Lisbeth noemde in haar praatje, het transformatieplan. En dat is eigenlijk al een manier om dus de inzichten van het onderzoek eigenlijk in de praktijk te gaan gebruiken. Waardoor we dus die 12 behandelingen naar voren halen. Dus we gaan niet beginnen met de diagnostiek, maar we beginnen met de 12 behandelingen. En op die manier filter je dus automatisch al kinderen eruit eigenlijk, die dus niet die echte EED hebben. Dus dat was al een manier om dat ook te doen. Dus dat was al een voorbeeld. Dat is voor mij ook een heel ver iets. Ja, in een aantal gemeentes wordt dat dus al toegepast, maar het is eigenlijk een soort van pilotvorm, omdat het dus eigenlijk afwijkt van de geprotocoleerde zorg, in de zin dat we dus niet starten met diagnostiek en dat dus anders hebben ingericht. Ja, het is eigenlijk dezelfde behandeling, alleen. Om dat ook verder in te zetten, bedoelt u? Of? Ja, of dat openbaar is. Jullie hebben nu een pilot. En
Het is openbaar. Wij zijn als relatiemanagers heel erg bezig om daar rugbaarheid aan te geven. Vanuit de gemeente moet dat komen, hè? Want zij moeten een soort van toestemming aan ons geven dat wij mogen afwijken van het protocol. Hè? Want het protocol wat er ligt is anders dan hoe wij de zorg nu inrichten. En nou ja, wij proberen daar, wij staan daar 100% achter. En wij proberen dat nu in verschillende regio's kenbaar te maken, uit te leggen, informatie over te geven en dan uiteindelijk in de hoop dat we dat daar mogen uitvoeren. En dat is in een aantal regio's al het geval. We zijn ook weer in nieuwe regio's nu bezig om dat op te zetten, om dat vanaf 2020 te gaan doen. En op basis van de data die we daar verzamelen, kunnen we dan ook weer uitspraken doen, hè, over wat werkt nu in dat traject. Ja. Wij zijn nu in Overbetuwe, dus doen we dat al een tijdje. Ja, ja, ja. Leuke vraag, ja. Snap ik, ja. Ja, dat is een goeie, ja. Volgens mij, nu dat in ook al op de kamer. Ja. Ja, en dan zelf ook. Oké, en is het dan zo, als je het, als jullie dat dan toepassen, doen jullie dan beide? Of alleen in die hele regio het op die manier? Ja, oké. Ja. Maar wat doen jullie dan? Het gaat over 12 keer. 12 keer op school iets gebeurt. Nee, wij doen die 12 keer nu nog zelf. Eigenlijk is idee een tijdelijke oplossing. Wat wij nu doen, doen we nog steeds. Wij doen in die 12 behandelingen hetzelfde als wat er in het promotieonderzoek van Lisbeth is gedaan. Want wij hebben gezien, als we die kinderen toetsen na die 12 behandelingen, is er een groep kinderen die daarna zo goed vooruit is gegaan, die hoeven niet in deze zorg te blijven. Die worden dan terugverwezen naar het onderwijs en die gaan dan een monitoringstraject in. En dat betekent dat die kinderen nog gevolgd worden. Wij laten die kinderen niet los omdat ze zo goed vooruit zijn gegaan. Nee, wij volgen ze. Wij volgen de leerkracht. Wij helpen de intern begeleider met die overgang waar jullie het nu steeds over hebben. Van, maar wat moeten wij dan op school doen? Wij proberen dat door middel van die monitoringstrajecten de leerkrachten en de IB'ers daarin te begeleiden. In de hoop dat zij dat dan ook kunnen toepassen voor de risicokinderen die eigenlijk nog niet in zorg zijn gekomen. Vervolgens zou natuurlijk wel, hè, zou mogelijk zijn dat uiteindelijk dus op school gebeurt. Hè. Dat is het ideaalbeeld, dat dat dus op school gebeurt aan de hand van bijvoorbeeld trainingen vanuit de zorg. Ja. Ik noem maar even een beeld van. Een beeld van op welke manier dat zal worden. Wordt er een apart iemand neergezet? Of moeten alle leerkrachten dat op gaan passen? Die zouden de leerkrachten kunnen gaan trainen. Ja, maar goed, het is, hè, want dat is volgens mij. Ja, precies. Dat kan je doen, maar zonder geld kom je daar niet. En leer alleen het kind. Nee, maar dat is een, hou die vast, want dat is een hele mooie. Wij gaan straks aan het eind wishful thinking, hè? Want dat mogen we ook doen. Wij gaan straks bedenken, hoe zou het er in onze ideale situatie eruit zien als geld geen rol zou spelen. Wij vinden het heel belangrijk om dat bij jullie ook op te halen. Om daarna ook te kijken, wij hebben nu hier ook niet de pasklare oplossing voor. Wij weten wat er uit het onderzoek is gekomen. Wij weten dat daaruit een mooi transformatieplan is gekomen, waar we in andere regio's al hebben gezien dat het werkt. En we hopen gewoon dat we van daaruit ook verder kunnen ontwikkelen. Mag ik daar wel even iets over zeggen? Basisontzetting, ja. Vanuit samenwerking. Ja. Daar krijgen we, ben ik bestuurder op een aantal scholen, daar krijg ik ook geld voor. Ja. Geld reserveren we ook voor arrangementen. En dit ja. zou heel goed in arrangementen passen. Zo ja. zou ik doen. Gaat dan het arrangement voorkomen dan vanuit van 15 miljoen in samenwerkingsverband, is er een groep die dat dan gaat doen? Of gaat het dan op school zelf gebeuren? Ja. Dan krijg je dat is hoe de afspraak. Meer van buiten naar binnen lijnen, nee, in plaats van dat je op school geeft. Bij mij is het zo dat arrangement wordt ingevuld. Ja, dat zou natuurlijk wel het mooiste zijn, maar de kennis, ja. 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 En dat zou je dus aan de hand van trainingen kunnen doen. Ja. Oké. Even een pauze, want anders gaan we hier, kunnen we hier nog eindeloos op doorgaan. Ik wil eigenlijk even naar de volgende werkvorm. En die sluit heel mooi aan bij alle vragen die jullie hebben. Want die mogen jullie nu dus hier opschrijven. Jullie krijgen van ons allemaal 2 geeltjes. Hierboven zien jullie 2 vragen. Wat zou hetgeen waar we het nu net al over gediscussieerd hebben nu betekenen
voor jouw eigen werkwoord kunnen betekenen, maar ook moeten betekenen. Dat mag je op een grilltje zetten. En daarnaast een hele mooie die ik hier al heel veel terug hoor komen. Heb je nog een vraag of zorg die door de uitkomsten van het onderzoek kan worden beantwoord? Maar vul je ook vooral in wat jullie nu net al allemaal naar voren hebben gebracht. Als je je grilltje hebt ingevuld, mag je hem hier vooraan komen plakken. Belangrijk is dat we dit dus nog even vanuit ons eigen werkveld doen. Want hierna gaan we kijken, oké, hoe kunnen we dit allemaal samen oplossen met een ideaal. Ja, dus probeer dit even voor jezelf in te vullen. Ja, belangrijk. Ja.
in verband met de tijd wil ik graag eventjes dit gedeelte afronden. Dus noteer even een antwoord op de vragen. In verband met de tijd willen we eigenlijk graag door naar het laatste onderdeel. Want dat is eigenlijk denk ik het onderdeel waar we volgens mij allemaal een beetje op zitten te wachten. En waar we eigenlijk steeds al naartoe aan het praten waren. Want het gaat namelijk over van, hoe zou het nou eigenlijk kunnen wanneer er dus, als geld geen probleem was, wanneer er dus geen schotten waren tussen de verschillende werkvelden. Wat is dan het ideaalbeeld en hoe zou de toekomst er dan uitzien voor kinderen met lees- en spellingsproblemen? En hoe zouden we dat kunnen inrichten en hoe zou dat volgens jullie moeten zijn? Dus eigenlijk... Belangrijk om al die zorgen die we net hadden even opzij te zetten en vooral uit te gaan van wat zou nou in de ideale situatie het plaatje moeten zijn. En we gaan daarover in gesprek met verschillende werkvelden. Jullie hebben allemaal op je kaartje een nummer gekregen. En er zijn ook een aantal mensen die een handgeschreven kaartje hebben. De mensen die een handgeschreven kaartje hebben, die mogen elkaar even opzoeken. En verder is dus de bedoeling dat we een aantal groepjes krijgen. Dus ik zou voorstellen dat de mensen die nummer 1 hebben, hier een beetje blijven zitten. En 2, 3, 4 en 5. Dus zoek elkaar even op. En ga samen dat gesprek aan. Ik wil nog wel heel even iets uitleggen over de bedoeling van overdag. Mag ik nog heel even iets uitleggen over de bedoeling van de opdracht? Ik vind het wel fijn dat jullie zo enthousiast zijn. We hebben hier hele mooie canvassen met hele mooie stiften. Het is de bedoeling dat jullie die ideale situatie op die canvassen gaan schetsen samen. Dan mag je zelf weten hoe je daar invulling aan geeft. Dus je schrijft het, je tekent het. Kijk maar, op een of andere manier moet het voor anderen duidelijk kunnen zijn wat de ideale situatie is. Als we er tijd voor hebben, gaan we ook nog aan elkaar de canvas laten zien om te beslissen, na te gaan, wat is nu de ideale situatie voor een ieder. Yeah.
Thank you.
Dames en heren, ik wil jullie meegeven dat er nog ongeveer 2 minuten over zijn om je ideeën op de canvas te schrijven. Ja, sorry, ik vind het heel vervelend, maar we hebben gewoon niet meer tijd. Dus ik besef dat het fijner is als je nog een kwartier kan doorpraten met z'n allen, maar die tijd is er gewoon niet, want ze komen zo allemaal weer in deze zaal om het plenair af te sluiten. Dus rond het even af. En ik zou graag willen dat een paar groepjes eventjes heel kort kunnen weergeven van wat hebben jullie eruit gehaald, want we zijn gewoon wel even benieuwd. Dus ik weet niet of er iemand is die dat kan vertellen. Daarachter misschien. Eigenlijk moet iedereen komen. Kunnen jullie misschien even, want ik zie dat jullie klaar zijn of niet? Kunnen jullie weergeven wat... Ja, nou, heel fijn. Goed. Heel fijn. Mogen wij hier voor staan? Dan kan vast te laat. Ja, je mag ook hier even komen staan. Maar als je zegt, ik wil liever daar staan, is ook goed hoor. Maar... Kunnen we het even centraal maken? We hebben hier een groepje en die wil even aan ons laten zien wat zij samen besproken hebben. Ja, het is misschien handig om even... Ja, je mag wel hier. Maar. Ja. Ik weet niet dat het leesbaar is. Zal ik hem vasthouden?
loop ik even zo'n beetje lang. In ieder geval een belangrijk aspect zit hem in kennis en mankracht wat naar het onderwijs moet. Ook een belangrijke rol zit hem wat dat betreft voor de PABO's, denk ik. En daar zou ook het stukje zorg in mee kunnen denken. Mm-hmm. Ik weet niet wat er nog meer in. Wat stond daarnaast? De gemeentes, de rol van de gemeentes en de samenwerkingsverbanden. Even hier laten zien. Kun je dan maar eens even wat? We hebben het gehad over de ontschotting van de middelen. Ja. Dus dat je zeg maar, want dat is vanuit de gemeente of het wijkteam merk van dat het zo'n onderwijs specialistisch onderwerp is, dyslexie. Mm-hmm. Dat wij denken van dat het veel beter zou zijn om een bepaald, misschien een bepaald deel van de middelen van de zorg in via de samenwerkingsverbanden naar het onderwijs te brengen, zodat het hele stuk dyslexie gewoon daar komt te liggen en wij daar uitblijven. Want ja, zo hadden we. Was dat hem ook? Ja, ook hebben we nu even hier niet. Ja. Nou, zo mooi. Okay. Bedankt voor jullie bijdrage. Mag ik jullie anders ook? Ja, ik wil even van jullie daar ook iets over vertellen. Wij hebben het vooral gehad over wat de ideale situatie op een school zou kunnen zijn. Vanuit het, een visiestukje van waarom geef je nou eigenlijk goed leesonderwijs? Wat is je doel? Om daar met directeuren ook eens over te hebben, zodat zij daar ook meer zicht op hebben van waar zijn we nou eigenlijk naartoe aan het werken met onze kinderen. Is dat een DMT-score of een AVI-score of is dat een andere manier gewoon dat kinderen zich redzaam goed kunnen lezen? Dus wij hebben die visie, het waarom, centraal gesteld en daarna doorvertaald naar hoe organiseer je dat dan? Wat is er dan precies nodig? Dat is dan een vertaling die je inderdaad kunt vinden in al die documenten die jij ook net noemt. Maar dan krijg je nog het stukje organiseren naar, ja, hoe doe je dat dan in de klas? En daar loop je vaak tegenaan. Als ik het niet goed verhoor, dan laat me horen. En daarvoor zouden we willen, in de ideale situatie, dat de kennis en vaardigheden en van directeuren, eigenlijk alle lagen, verrijkt kan worden. En daar is tijd voor nodig, maar ook mankracht in. Ja, dat vind ik wel een mooi woordje van jullie. In de vorm van begeleiding om daar scholen, organisaties in mee te nemen. Heel mooi, dankjewel. Alsjeblieft. Is er nog iets aanvullend op wat je al hebt gehoord? Of hebben jullie ook een beetje in gedacht? Geen schotten, hoorde ik bij de eerste. De schot werd tussen zorg en onderwijs samen. Mm-hmm. En ook mankracht, twee hoofden in de klas hebben wij het genoemd, omdat het voor het kind zelf ongelooflijk vervelend is om dat kind te zijn wat niet kan lezen en dus de klas uitkomt iedere donderdagochtend. Ja. En als je dan toch het onderwijs gaat verrijken, waar zit dan de kans op? Ja. Grote samenvatting. Ja, om in de klas te brengen. Mooi. Ja, doorgaan met het wetenschappelijk onderzoek. Ja. 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 Heel mooi. Heel kort maar krachtig. Dat zit goed. En alle anderen die ook. Ja, ja, dat is mooi. Yes. Heel mooi. En ik even daar naar achter. Dat jullie nog andere dingen nog niet zijn te doen. Levend onderwijs heeft als basis, dat is een uitgangspunt. Dat daar ook allemaal gebeurt. Stel je voor dat je de afstemming tussen jeugd, hulpgelden en onderwijsgelden, dat je dat bundelt. Nou, de gemeente kun je juist door preventief te werken eigenlijk heel veel weghalen aan de achterkant. Door juist met onderwijs samen te werken. Dat is ook niet zo. Maar wat er wel belangrijk
continu dat gesprek voeren van waar zijn we mee bezig, hoe doen wij het in het onderwijs, ja. Wat gaat er over naar buurthulppartners, dat zijn natuurlijk wel de dyslexie aanbieders. Ja. Maar die afstemming moet je wel goed gekregen hebben. Ja, mooi. Dan hebben we er nog eentje, denk ik, hè? Komt die ook weer in handen? Hebben jullie nog aan? Nou, al punten hebben we het ook al over gehad. En als laatste hadden we dat als dan een kind werkt in de zorg komt, dat er dan een mogelijkheid is voor maatwerk. En dat is ook een punt. Ja. Mooie aanvulling. Super, mooi. Dat is de laatste. Ja. Ja. Nou, wij willen jullie in ieder geval hartelijk danken voor jullie inzet. Jullie hebben wel echt super meegedaan. Ik denk dat we heel veel dingen besproken hebben, maar ook heel veel dingen niet hebben kunnen bespreken. Dus het zou heel mooi zijn als daar nog een keer een vervolg op komt. Jullie krijgen daar nog wel iets over te horen. Ik wil jullie voor nu in ieder geval hartelijk bedanken. En volgens mij is de bedoeling dat we hier blijven, toch? Ja, de rest van de groep is op weg. Ja, dan mogen we even de stoelen weer een beetje recht zetten. We hebben nog kaartjes hier liggen. Dus mochten jullie nog verder willen praten en willen weten wie wij zijn, kun je altijd even een kaartje pakken. Filtjes, doe jij dat nog? Of niet? Of hadden wij dat moeten doen? Dat invullen dat je daar nog kan doen. Oh! Hebben wij nu niet afgezet. Zit ik me nu te bedenken? Ik weet niet of de rest dat wel is. Het is namelijk niet echt in de sheet. Dus dat moet je wel. Thank you.
Ik wil graag nog heel even kort met jullie. Dank u wel. Ik wil graag heel even kort met jullie nog stilstaan bij de opbrengsten van het afgelopen uur. Eén ding heb ik al wel meegekregen, dat jullie nog lang niet klaar waren. Dus wij zullen nadenken over vervolg. Maar ik had al een uitdaging gegeven, maar die leg ik ook heel graag, die deel ik graag met jullie, want daar ging het vanochtend over. Voordat ik straks even aan de groepen vraag wat jullie graag nog even voor het voetlicht willen brengen, zou ik willen vragen, is het gelukt? Heb je allemaal je actie? Wat ga je morgen doen? Heb je het opgeschreven? Want ik heb namelijk zoveel goede ideeën gehoord. Ik zou het echt doodzonde vinden als die hier in dit gebouw blijven hangen en we morgen weer overgaan tot de orde van de dag. Want dan zijn we ons doel toch, hebben we ons doel niet helemaal geraakt. Even kijken. Dirkje, zou jij iets willen vertellen over hoe het in jouw groepje is gegaan? Nou, het was een kakel van jezelf. Het was nou, heel inspirerend, volgens mij. De gesprekken kwamen snel op aan. En wat jij net zei, ja, we kwamen ook tijd tekort. We moesten ook wel af en toe even tempo maken. En zeker bij het laatste stukje. Maar ik heb één canvasje eruit gehaald die gemaakt is door één groepje. Die ging over wishful thinking. Hè. Je gaat. Kan ik even daar gaan staan? Die ging over wishful thinking. Hè. Als geld geen probleem was, hoe zou ik dan de toekomst schetsen? Die ingaat op verschillende elementen. Die gaat vooral in op kwaliteit van didactisch handelen, uiteraard. Die gaat in om voldoende middelen en voldoende mensen beschikbaar te stellen en daarbinnen ook de deskundigheid te bevorderen. Ook een stukje over acceptatie. Hè. Goed om te horen, dankjewel. Even kijken, de groep die hier zat, daar heb ik af en toe even in gespiekt, meegeluisterd. Stefan, ik heb me laten vertellen dat ik jou mag vragen om iets erover te vertellen. Op basis van de deskundigheid en het gesprek. Dat is eigenlijk een belangrijk.
is. En je moet in gesprek blijven. Dat doen we. Dankjewel. Laura, ik zag jou heel enthousiast over één en later bleek dat je niet eens in dat groepje zat. Maar ja, nou ga je gewoon met andermans eer strijken, maakt niks uit. Het remediëren, het behandelen en het compenseren. En ik vond dat dit dus heel mooi weergaf. Als we het samen doen, kunnen we het kind uiteindelijk verder helpen. Dus hij is niet van mij, ik vond hem wel zo niet. Dankjewel. Ja, we staan heel erg op tijd, want ik denk dat we hier nog heel lang over na zouden kunnen praten. Ik hoop dat we vandaag een zaadje geplant hebben, allemaal in jullie, ieder van jullie hoofd. Ik heb jullie gevraagd na te denken over wat kan je morgen beter doen. Ik wil jullie nog één vraag eraan toevoegen. Wie ga jij morgen hiermee besmetten? Want er zit één rode draad in al deze presentaties en dat is dat we elkaar nodig hebben en dat het samen moet. Dus met wie ga jij morgen vertellen wat je hier hebt opgedaan? En heb je daar hulp bij nodig, dan weet je ons altijd te vinden. Ik ben er altijd voor in, dat is volgens mij wel duidelijk. We gaan gezellig nog even lunchen, kunnen we nog even verder praten. Vanmiddag vieren wij een feestje met de kinderen, want ook dat bleef duidelijk, hè? Daar doen we het uiteindelijk voor. Dus ook daar moet Liesbeth nog promoveren. Ja, moet nog wel even gebeuren, maar daar heb ik alle vertrouwen in. Eet smakelijk zo, heb nog even een goed gesprek en hopelijk tot gauw. Maar dit op bureaublad, moet het weg? Die stonden er al nog op. Dat is van een andere promotie. Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht ook dat het van ons was. Maar dit USB-stick. Willen jullie die aan Judith Bos schrijven? Deze rode, hè? Ik dacht dat het niet zo Thank you.
Ik vertel je in het schetsen van jou en nee, dat is nog maar een paar.